Met Jordi Snel van bca.com, de autoveiling bespreken we vandaag het laatste autonieuws. Jordi, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, nou, dat chiptekort, je, je wil het er toch weer over hebben? Ja, nou, kijk, het is een beetje, wat beetje normaal nieuws, gaat alleen maar over corona en alles wat ermee samenhangt. En dat is eigenlijk in de autobranche niet anders. We zijn met z'n allen druk met het chiptekort. Ja. Um, want het, 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 het chiptekort is natuurlijk een probleem op zich, mm -hmm. maar alles wat er achter hangt, dat is wat veel mensen natuurlijk niet zien. Nee. Waarvan veel mensen ook denken: joh, daar heb ik niks mee te maken. Maar, Wat hangt er nou ja. erachter dan? Nou ja, kijk, als, een, als nieuwe auto's niet geleverd worden, uh, dat betekent dat er ook geen inruilers terugkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat uh, huurmaatschappijen geen nieuwe vloot inzetten. Dus ook hun huidige oude vloot niet vervangen. Dat zorgt ervoor dat gebruikte ouders eigenlijk schaarser worden en daarmee de prijs omhoog gaat. Ja. Ja. En uh, dat heeft wel ja, heel veel dingen heeft dat gevolgen. Uh, met name voor dealers ook, hè, die bijvoorbeeld inruilprijzen af moeten geven. En dat je nu als dealer een inruilprijs af moet geven. maar die auto uh, die komt uh, nou, volgens opgave van de fabrikant over drie maanden. Waardoor het chiptekort wordt dat uh, acht maanden. Mm -hmm. Ja, dan wordt die interruile auto die wordt vijf maanden ouder. Ja. ja, wat ga je daarmee doen? Ja, precies. Ja. Maar, je, we, we doen? Ook al over. maar je wilt die auto, wil die interruile auto wel graag <coughs> hebben. Want die ja, we gaan weer een kort. klant ja. voor. Ja. Dus wie, wie is er nou eigenlijk nou, een wat je, wat, je, wat, nou, wat je ziet dat er nu in het gat springen zijn bedrijven die shortlease contracten aanbieden. Die dus zeggen joh, wij, wij vullen het gat op tussen de verwachte leeftijd en de leeftijd nou ja, wat het uiteindelijk wordt. Zodat die dealer wel op tijd een inruiler terug heeft. Ja. Nee, dat, zijn, dat zijn allemaal uh, een beetje van die, van die problemen die nu. Uh... Maar uh, stel, van, je hebt toch nog een tweede auto en je zegt van nou, ik kan eigenlijk die ene auto kan ik wel eventjes. Huh? die kan ik wel kwijt, ja, dan, ik wel nu, dan moet je hem gewoon nu wel inruilen. Dat is want dan nu is de beste prijs ervoor. Is nu geld waard. Dan is het eigenlijk onderhandelen met de, ja. de, de, de autohandelaar. Wat nee, heb maar ook is, voor gek... mijn auto? Uh, so uh, so uh. Zoals jullie weten, ik ben natuurlijk dagelijks bezig... met het inkopen van grotere partijen yeah. auto's... Hè, voor, voor ons veilingbedrijf. Yeah. En je ziet nu, het gekke is dat wij nu auto's inkopen... die waar we nu meer geld voor betalen... dan wat we een half jaar geleden deden voor exact dezelfde auto... Zelfde uitvoering, dezelfde kilometer. Dus ja. Je ziet gewoon dat de prijs omhoog gaat. Hè? Normaal schrijf je af. En bij ons we hebben we een, een, nou ja, een afschrijvingstabel die we gebruiken, waarbij je zegt ja, dat type auto dat schrijft ongeveer zoveel procent af per maand of per mm -hmm. totaal. Ja, nu is het gewoon omgekeerd. Dat wordt meer waard, omdat er gewoon, ja, er is niks. Ja. Nee. He, als je het over EV's kijkt, ja, die willen we zeker in Nederland... maar ook in een aantal andere Europese landen... willen we nog dit jaar toelaten en verkopen. Mm -hmm. Ja, er is niks te krijgen. Dus maar iedereen je... die EV's heeft, die houdt ze nu even in de tas, zeg maar. Ja, maar die manier waarop waar ik dat al zeg... en dan ergens gewoon een goedkoop dieseltje even kopen, weet je. Ja. Dan rij je ook nog voordelig. En dat dieseltje, dat raak je straks ook nog wel weer kwijt. Ja, hoor, ergens kwijt. zeker. Ja. Nou, ja. Nee, diesel diesels weer een beetje in, 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 in opkomst, hè. Ja. Ja, dat is niet iets wat ze willen natuurlijk. Want dat is Door de meest auto. Ja. Nee, ja, er, is, er is gewoon niks leverbaar. Nee. Dat is gewoon dus fabrikanten die wel kunnen leveren, hè? zoals Hyundai, die, die spint garen bij. Dat is nu een van de best verkopende merken in Europa. Omdat, omdat het een van de weinige fabrikanten is die wel kan leveren. Hoe kan dat dan? Zij, zij nemen uh, chips af van andere. Ja, Hyundai en, 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 en Kia zijn natuurlijk Koreaanse merken. Die zitten in Korea. De grootste chipfabrikanten zitten ook in Korea. Ja. Uh, dus die lijntjes zijn kort. Uh, ja, Hyundai en Hyundai en Kia zijn een van de weinige fabrikanten die hebben gezegd in de corona. Uh, joh, we houden gewoon onze afspraken aan, en we nemen wel gewoon chips af. Ja. En daardoor zijn die contracten gewoon in stand gebleven en uh, kunnen hun wel redelijk leveren. Ah, dus als je, als je nu een elektrische auto wil, dan, dan zou je bij Hyundai en, en Kia de maar heb je op dit moment wel redelijk de beste kans. ja. We hebben we wat snelle, aardig snelle aardig voorraad staan. Ja, maar ook wat voorraad, ook, ja. Vooral ja. van de Yannick 5 als de... Als de ja, want het nadeel is wel, als je een Korea, Koreaanse auto bestelt, voordat die op de boot zijn en, en in Rotterdam aankomen, vanaf de Rotterdam of Amsterdam bij de dealer komen en, en klaar is om af lang. leven. wel eventjes. Dus als ja. je ze nu je nog moet bestellen, het, dan... Je dan beter zelf opgehalen dan dat je ja. afwachten kan ja. 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 ja, Die, die auto's die rijden nu inmiddels. Er is lang op gewacht, er is veel van verwacht. Maken ze het ook een beetje waar? Ja, zeker. Ja. Ja, je ziet gewoon dat uh, met name de Kona, wat we nu op, uh, voor de mensen die meekijken op scherm zien... Uh, ja, dat ...is eigenlijk natuurlijk een, een, een model geweest wat iedereen klakkeloos bestelde, omdat het de auto was... Prijs kwaliteitsverhouding is gewoon top. En eindelijk ja. ziet het er een beetje normaal uit. Hij ziet er een beetje normaal uit. Ja. ja. Ik vind hem zeker in deze kleuren in dat, in dat groene we zien veel rijden. Ja. En, en die toetoonstelling, kleurstelling. Ja, het is gewoon een, een, een technisch gezien een goede auto. Een combinatie uh, uh, rijkwijde: hè. dus dus range, mm -hmm. uh, laadsnelheid met een drie lader. Ja, dit, dit, dit is wel een, een dijkelijk. Wat betaal je ongeveer daarvoor? 40? Ja, tussen de 40 Ruud. en de 50.000 euro heb je een redelijke Kona Electric. Een beetje aan wat voor uitvoering je wil, maar een premium, een premium met een goede uitvoering. Maar ja. goed, ja. als je nu naar de Hyundai-dealer gaat en je zegt van ik wil hem eigenlijk snel rijden, dat lukt dus eigenlijk niet. Nou, er zijn nu nogal wat, wat Hyundai-dealers, met name in het oosten van het land, om mensen een beetje op het tip te geven. Ik zal geen namen noemen. Leuk. Die nog wel aardig wat voorraad hebben staan. Ja. Dus ja, je kunt nog wel dit jaar een, een nieuwe Kona rijden. Okay. Welk merk heeft het meest last eigenlijk van die chiptekorten? Jij ziet met name dat de, de Duitse merken er heel veel last van hebben. Kijk, Volkswagen heeft nu net weer een fabriek dichtgegooid. Hè. Die hebben weer gezegd: We gaan een week de productie staken, om, omdat we ah, ja, niks hebben om te produceren. Het ja. is een fabriek waar onder andere de ID3, de ID4, um, de Cupra Born, dat is hetzelfde oudertje, en de Audi Q4 E-tron worden gebouwd. Ja, die hebben echt wel lasten van die. En, en Volkswagen denkt gewoon, en dan hebben we het niet over het concern Volkswagen, maar puur over het merk Volkswagen, dat ze dit jaar 100.000 auto's minder gaan bouwen mm -hmm. uh, dan ze voorspeld hadden. Ja. Ja, is... Ik hoorde zelfs dat het probleem zo ver gaat dat als mensen een auto geconfigureerd hebben, dat dan de verkoper een week later moet bellen van uh, dat chiptekort, het is niet zo dat uw auto niet komt. Maar het open dakje past er niet meer. precies Dat ja. kan niet meer. Ja. En een week later zegt hij moet ik bellen: van ja, de laserlichten, dat gaat niet meer. Nee. Dus uiteindelijk krijgen die mensen dan na lang wachten wel een auto. Maar ook nog weer eens helemaal uitgekleed. Nou ja, wat, wat, wat we nu veel zien gebeuren, bijvoorbeeld bij Mercedes, is dat Mercedes alle auto's aflevert met één sleutel. En dat de twee sleutel wordt nageleverd. Omdat het toch weer een paar stipjes uh, scheelt. Oh, ja, of of bepaalde, bepaalde elektronische functies waarvan ze zeggen, joh, dat kunnen we achteraf nog wel activeren. Dan kom je maar als de chips er wel zijn over een half jaar, of over drie kwart jaar, mm -hmm. kom een keer een dagje naar de werkplaats en bouw het alsnog achteraf in. Ja, want ja, door die chips te besparen kunnen we een aantal andere auto's wel weer afleveren. Sowieso een beetje de toekomst hè? Dat de opties allemaal via het internet ja. worden ge Ja, Tesla ja, is natuurlijk ook mee begonnen, maar dat dat zie je steeds meer merken die dat, uh, oké, okay. we beginnen. Uh, zomaar het toch ook nog wel weer goed nieuws, want de goedkoopste elektrische auto is. Uh, Best aantrekkelijk. Zoals gezegd uh, hebben we ook uh, goed nieuws, want er zijn maar liefst al 40.000. Dacia Springs verkocht, dat is de eerste elektrische, volledig elektrische Dacia. En dat is best knap voor een merk als Dacia. Ja, niet alleen voor een merk als Dacia, maar ook voor het feit dat het gewoon een 100% elektrische auto is. En dan 40, maar ja, kunnen die dan wel geleverd worden? Nou ja, die kunnen redelijk geleverd worden. Van de 40.000 die er besteld zijn, zijn er ongeveer 15.000 inmiddels geleverd. Ja. Uh, dus ook hier, maar goed, er zit natuurlijk iets minder chips in. Dat is, wel maar, een, dat is wel een voordeel bij Dacia. Wat een rare combinatie, oranje met dat blauw, waarom doen ze dat? Ja, je ja. kunt hem ook gewoon in het, het grijs bestellen. Oh, dat kan ook. Ja. ja. Wat, 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 wat verklaar je, hoe verklaar je dat succes? Is dat puur de prijs? Ja, kijk, het succes is, uh, uh, denk ik, een, een groot deel van die klanten zijn natuurlijk zakelijke klanten. Bijvoorbeeld deelauto's die zo'n dingetje kopen. Oh, ja. en um, Ja, laten we wel wezen, jongens. Voor 18.250 euro. Als je uh, alleen maar links-rechts als boekhouder kijkt, is dit natuurlijk het beste. De... Ja, maar wat gaan ga ze in de prijslijst kijken tegenwoordig. Wat koop je ja, voor 18.000 uh, euro? Daar koop je niet zoveel meer voor. Een, nee. een Twingootje kost het ook. Ja, ja. En dan rij je hier volledig elektrisch. Je hebt geen onderhoudskosten, je hebt geen wegenbelasting. Als je nou ja, pak mijn ouders als voorbeeld, hè, die wonen in Zeewolde. Als je daar een beetje een rondje door Zeewolde rijdt, kom je 230 kilometer prima uit de voeten. Ja. Willen ze een keer naar, naar mijn oma toe, die woont in Apeldoorn. Ja, kun je ook prima komen. Je kunt gewoon laden met dat ding en, en, en je rijdt weer terug. Ja. Kijk, je moet er niet als je, als je... Maar goed, dan moet je sowieso zo'n ding niet kopen. Kijk, als je uh, vertegenwoordiger bent, dan zit je de hele dag langs de weg. En dan kom je niet aan Dacia spring. Maar goed, dat is de doelgroep niet. Nee. En wat je ziet is gewoon uh, mensen die een tweede auto nu hebben. En die een tweede auto grotendeels van de tijd thuis bij de deur hebben staan, maar graag een tweede auto willen omdat het makkelijk is. Die hebben nu een dieseltje of een benzinetje staan waar ze wel wegenbelasting voor betalen. Die wel elk jaar onderhoud nodig heeft. Uh, waar wel benzine in moet. Uh, ja, dan heb je toch zo'n ding van 18.000 euro? Nou, uh, ik, ik vind de neus ook nog niet eens zo heel lelijk eigenlijk. Ik vind het geen lelijk auto. Nee, zeker nee. niet. Ik heb nee. het nee. echt gezien. Het is, het is hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk. Kijk, het is, is Dacia en daar kun je veel van vinden. Um, ze zullen niet de designprijs ermee winnen. Maar ze hebben een naam niet mee. Maar als je de auto zo bekijkt, dan zeg je van er is in principe een plakt spreek. er een renault logootje op. Het is in principe in de baas ja. is het ook een Renault. Het is een Renault Quit. Oh. Die in, in, in Europa niet uh, leefbaar is. Oh. Uh, dus het is in baas ook een Renault die ze iets aangepast hebben naar een Dacia. Maar nee, ja, ik, ik, ik voorspel dat dit wel. Uh, um, een van de succesvolste elektrische auto's gaat worden die we de komende tijd uh, gaan ja, dat krijgen, komt met name door de prijs. Ja, zeker. Ja. ja, en het feit dat het geen Chinees model is, want heel veel mensen zijn ook wel een beetje huiverig met de Chinese auto's, omdat ze denken: van God, ja, dat, dat komt dan heel nou, snel kijk, op. Uh, pak MG, hè, dat, is dan de, dat is dan de eerstvolgende goedkoopste auto. Ja, maar goed, die kost het dubbel dubbele zo'n een beetje. Ja, ja. Ja, 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 dus het is, het is wel het is een serieus ja. uh, alternatief voor heel veel mensen, als, als tweede auto. Of, ja. Nou, ja, en kan je met zo'n auto ook snel laden? Want die nee. stations komen er wel nee. steeds meer. Nee, je kunt niet snel laden. Dat, oh. uh, dat, dat dan weer niet. Maar je kunt wel redelijk... Uh, je kunt, er zit maar een heel klein akkertje, in natuurlijk, 27,4 kilowattuur. Um, dus als je gewoon laat, dan ben je ook niet heel lang, uh, heel lang bezig. Maar nee, snel okay. laden kan, kan niet. Nee. Okay. Uh, er komen nieuwe wisselstations aan in Europa. Voor, ja. voor elektrisch laden dus. Hè? Ja, er is, een, uh, er is een, een Chinees merk. Een Chinees merk uh, uh, NIO. Dus een fabrikant die we nog niet kennen in Nederland. maar die in uh, Noorwegen al uh, succesvol is. En die heeft zijn eerste wisselstation uh, gebouwd. En dat, dat, is dat is accu eruit, accu erin? Accu eruit, accu erin. En, dat is, dat is, uh, en vervolgens op het moment dat jij dus weggaat. wordt jouw accu opgeladen voor de volgende die, uh, die komt. Ja, dat, dat is ook wel, wel een slim systeem door. hoor. Ja, ja. ja, ja. het, het, het Kijk, wat je natuurlijk veel hoort, hè, want we hadden het net weer over snelladen. Mensen hebben het over snelladen, maar ook snelladen. Als je een beetje een forse auto hebt, en zo'n zo Nio is een, is een forse auto, is een forse SUV. Sta je ook met snelladen toch snel een behoorlijke lange tijd aan zo'n zo laadpaal. Ja, de eerste nou, paar keer denk je, ach, nou ja, het hoort erbij, maar op een gegeven moment wordt dat irritant. Wordt, het, wordt het irritant. Ja, en mensen, ja. dat irritant, dat is toch een drempel. Ja. Wat je hiermee krijgt, is dat je in vijf minuten, nou, dat kost dat normaal ook als je even benzine of diesel gaat, gaat tanken. Nou ja, 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 je moet even de shop naar binnen. Ja, en nee, natuurlijk, dan ben je de kwijt. De kwijt. Ja, ja, vijf minuten is niet. Is niet. heb nee, je gewoon ja. je, je elektrische auto weer, weer vol. Ja. En dat is een heel slim systeem uh, dat ze in vijf minuten het ding kunnen wisselen. Ja. En volgens die accu's, het is ook zo, circulair, want die accu's worden vervolgens weer opgeladen voor de volgende die zich... Maar helpt. staat daar gewoon een mannetje die de hele dag die accu's eronder uit staat is Er staat inderdaad allemaal... een, een mannetje nee. die die accu's eronder uittrekt. Uh, trekt. Is echt Ja. Het zit niet ja. allemaal uh, uh, met, Maar met robots. Dat is alleen nee. voor speciale auto's natuurlijk, waarbij je dat accu-bakket en enigszins. Het is, is alleen plak. voor de Nio. Ja, dat is een elektrische fiets, die schuif je er achteruit en je schuift hem erachter. Ja, de reden, dat zijn natuurlijk wat, wat grotere accu's. Maar die moeten ze natuurlijk universeel uh, doen voor alle merken hetzelfde. Want nu zeg je dit hmm. is alleen maar voor dit ja. merk. Ja. Maar dat, maar dat, is, dat wordt de toekomst waarschijnlijk. Ja, precies. Ja, daar ja, moet je wel aan Een Eén van de dingen die in de toekomst gaat beginnen. Ja. Je had okay. ook nog een foto gestuurd over een, een band in de sneeuw. Heb je een band? Ja. Nou ja, ik wil de mensen er weer even aan herinneren. Het was vandaag, ik zei net toen ik binnenkwam, het is, het is fris. Nou, ja, het, het valt nog mee. Het is nog, het is nog boven de magische grens van 7 graden. Ja. Want onder de 7 graden is het toch interessant om, om winterbanden onder te leggen. Toch maar wel, ja. Anders slijten ja. de zomerbanden te hard. Ja. ja, nee, kijk, het is, het is heel simpel. Een winterband heeft een andere compound. Want ik zal niet altijd technisch worden, maar het is technisch gezien een andere Port band. Een andere rubber, <laughs> Ja, Formule 1 fans. Ja. Um, is een andere band. En in de winter ja, zijn winterbanden gewoon veel beter. En uh, waarom ik het nu zeg, is omdat ook op winterbanden. Er uh, zit alweer levertijd en er is alweer vertraging en, en ook door corona. Is er zit er geen chip alles... in? Er zit geen, nou ja, bandenspanningssensor kan er nog in zitten. Oh, dan krijg je dat weer. Nee, ja. maar, <laughs> nee, maar het, ik zou wel, als je als een je winterbanden wil en je hebt een nieuw setje nodig, want je hebt je oude nog niet, uh, heb, je, heb je opgereden. Nou, op, ik hoor mensen nu ook, en op, ik heb uh, all season banden, dus uh, ik ja. hoef niks te doen. Ik zal er heel veel mensen mee voor de schenen schoppen, ben ik bang, maar een all season moet je nooit onder jou auto leggen. Nee? Waarom niet? Nou, kijk, een winterband heeft, heeft andere karaktereigenschappen dan een zomerband. En wat doet een all-season band? Die pakt van alles een beetje. Dus het is eigenlijk van alles net niks. Oh, het, is, het is een band van alles het is net rond. niet goed genoeg, maar redelijk goed als de omstandigheden oké okay zijn. Als de omstandigheden gemiddeld zijn, dan kom je ermee. Dat is, het is wat wij zeggen. Als iemand zegt: Joh, Doe maar wat, hè, doe maar gewoon rond, rond zwart met ribbels. <laughs> nou, ja, pak dan een, uh, <laughs> een all-season band. Maar nee, ik zou het, onder mijn auto komt het niet in ieder geval. <laughs> goed, duidelijk. Goed, snel. Dank je wel. Dank je wel. Volgende keer.